بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Dit is ook het klaarmaken van het eten voor de vluchtelingen. De vluchtelingen die hier in de buurt van Tilburg zitten en die niet mogen eten of geen warme maaltijden mogen maken tijdens de Ramadan. En vandaar dat de moskee Sunna in Tilburg, vrijwilligers zijn, alhamdulillah, die dit voor hun klaarmaken en naar hun sturen. En daarbij is jouw hulp hard nodig, beste broeder en zuster. En het is ook weer een pan harira. Gewoon twee grote pan harira, inshallah. Het zijn ongeveer 500 vluchtelingen. Slechts 500 vluchtelingen die jij te eten geeft. Maak een bedrag over van 5 euro, 10 euro, 20 euro. Want het is niet genoeg wat wij hier hebben om hen de hele Ramadan te voorzien van eten. Dus barakallahu fikum, maak jouw donatie over en wacht niet. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala het van iedereen accepteren. Nou, zulke eten gaat ook mee zometeen, inshallah. Dit behoort allemaal tot de pakket die degene vastende allemaal krijgen. Dit zijn kleine lumpiaatjes. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala degene rijkelijk belonen die het heeft gemaakt. Zo wordt het verpakt in zakjes. En uiteindelijk, één zakje, er zit één lumpiaatje in. En ze krijgen soep, ze krijgen rijst, alles zit erin, alhamdulillah. Gefrituurde kip, hebben jullie gezien. Alhamdulillah, de kleren. Maar dat kan allemaal niet zonder jullie donaties. Barakallahu fikum. Doe mee en doneer voor deze vluchtelingen. Mogen Allah subhanahu wa ta'ala jouw zaak vergemakkelijken. Barakallahu fikum. فتنفق مما تشتهي وتفضل تحس له في الصدر أنسا وراحة كأنك إذ تعطي لخيرك تحمل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل يظلله الرحمن سابع سبعة ببرد ظلال العرش يوم يظلل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن يسراه ما كان يفعل تصدق في سر فتلك يمينه تخبئ عن رمضان يا رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان يا رمضان رمضان يا الخير باد فيك والإحسان والذكر والقرآن يا رمضان والصوم فيك والصوم فيك عبادة ورياضة الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Staan hier in het asielzoekerscentrum waarbij de mensen per kaartje
kaartje eigenlijk laten stempelen of laten afkruisen. En aan de hand van het kaartje kunnen ze hier zien, de broeders, met hoeveel de leden die het gezin bestaat. En daarvoor kunnen ze hier het eten komen ophalen. Dit is een project die de gedurende de hele Ramadan doorgaat. Dus barakallahu fikum, doe mee in deze project en doneer voor deze broeders en zusters. والمسلمون الصائمون والمسلمون الصائمون تسابقوا يحدو بهم نحو الصلاة أذان سيال وغيرك ينهل حباك إله الكون فضل عطائه فأنت بفضل